In dit filmpje geef ik uitleg over Willem van Oranje en de Republiek. Dit filmpje is bedoeld voor de MAVO-leerlingen. Aan het einde van het filmpje kan je het volgende. Je kan uitleggen wie Willem van Oranje was. Je kan uitleggen wat het plakkaat van verlating is en waarom maar een deel van de Nederlanden hierin meeging. Je kan uitleggen waarom Nederland de Republiek werd en je kan uitleggen hoe de Republiek werd bestuurd. De periodisering is 1566-1588. We zitten in de vroegmoderne tijd, de tijd van ontdekkers en hervormers die duurde van 1500 tot 1600. Willem van Oranje. Willem van Oranje was een van de belangrijkste edelmannen in de Nederlanden. Hij was zelfs ook een jeugdvriend van Philips II en daardoor had hij eigenlijk heel veel gebieden in de Nederlanden onder zich. Hij had het meeste geld, hij had het grootste legers en hij was ook het beste opgeleid. En Willem van Oranje wil in eerste instantie helemaal niet zoveel met die opstand te maken te hebben. Hij dacht van, ja weet je, ik ben heel erg tegen het stukje religieuze vervolgingen van Philips II. En ik ben helemaal niet zo'n strenge katholiek. Maar om uit een opstand te komen tegen Philips II ging hem wat ver. Maar uiteindelijk werd hij toch wel overgehaald om die opstand te gaan leiden. Want hij zag ook dat bijvoorbeeld Alva D echt niet door de beugel kon. Al die mensen die opgepakt werden door Alva en vermoord werden, daar was Willem van Oranje het echt niet mee eens. En hij zei eigenlijk van, ja weet je, ik ben niet zozeer een fan van Alva, maar ik ben ook zeker geen vijand van Philips II. Maar vooruit, ik zal inderdaad dan de opstand gaan leiden. Want Alva gaat zo eenmaal te ver. En jammer Philips, maar het moet nou eenmaal zoals het is. Jij stuurt die bul op ons af, dan moeten wij het daar ook mee doen. Nou, die Willem van Oranje die zegt dus op een gegeven moment, ja weet je, ik wil wel de leider, ik doe dat wel. En eigenlijk heeft hij in eerste instantie best wel heel erg veel pech. Hij wordt best wel vaak verslagen. Zoals in 1568 de slag bij Heiligerlee. Daar wordt Willem van Oranje echt wel beslagen, terwijl hij probeert het gebied te veroveren. Maar, wat ik eerder ook al noemde, die inname van Den Briel in 1572 door de Geuzen was wel echt een keerpunt in die opstand. En vanaf dat moment gaan steeds meer gebieden in opstand komen tegen Philips II en boren ze dus trouw aan Willem van Oranje. Nou, op het kaartje zie je het dus ook. In 1572, vanaf september, zijn al die oranje gebieden zijn eigenlijk in opstand tegen Philips II. En Willem van Oranje is daar dus eigenlijk ja, min of meer de baas. Nou, die gewesten die eigenlijk in opstand kwamen tegen Philips II, die waren heel erg verschillend. Het noorden was heel erg calvinistisch, die volgde dus de ideeën van Calvijn. En het zuiden was juist heel erg katholiek. En dat botste best wel heel erg tussen die twee gewesten. Maar in eerste instantie waren ze best wel verenigd tegen hun haat tegen Philips II. En ze zeggen eigenlijk van 1579 ook, komen ze steeds meer gezamenlijk in opstand tegen Alva en vooral ook tegen Philips II. Die gewesten die zien zichzelf dus zeg maar als een soort, ja, wij moeten ons samenwerken, anders zullen we zeker weten ondergaan. En ook die gewesten in het zuiden die katholiek waren, dus eigenlijk hetzelfde geloof hadden als Philips II, ook die hadden zoiets van, ja, Philips, je gaat veel te ver met je vervolgingen. Je moet niet al die mensen vermoorden omdat ze een ander geloof hebben. Nou, lange tijd gaan ze eigenlijk ook wel redelijk goed met ze. En gaan ze dus eigenlijk ook steeds meer gebieden, komen dus ook een opstand tegen Philips II. Dat verandert echter in 1581. Dan komt het plakkaat van verlatingen. En eigenlijk de noordelijke gewesten, die dus eigenlijk calvinistisch zijn, die zeggen dus eigenlijk, ja, Philips, jij bent niet meer onze leider. Jij bent niet meer onze koning. We hebben je tijd genoeg gegeven, maar we zien niet meer een manier waarop we met jou nog als koning verder kunnen. Dus de noordelijke gewesten die zeggen, weet je, Philips, wij gaan niet meer verder met jou. De zuidelijke gewesten vinden dat te ver gaan en daardoor krijgen ze eigenlijk een scheuring in die opstand. De noordelijke gewesten die blijven in opstand tegen Philips II, die zeggen dus, wij zijn ook niet meer een onderdaan van jou, Philips. En die zuidelijke gewesten, dan moet je een beetje denken aan het huidige België eigenlijk, die blijven dus trouw aan Philips II en zeggen dus, jij blijft nog wel onze koning. Nou, de vraag is eigenlijk, wie moet dan vervolgens de opstand nieuwe koning worden en eigenlijk de leider worden van de opstand? Nou, je zou zeggen Willem van Oranje, want die was al eigenlijk de leider, maar helaas wordt hij in 1584 vermoord. En eigenlijk hebben die noordelijke gewesten dan best wel een probleem. Ze zeggen, ja weet je, wat nu? We kunnen eigenlijk niet verder zonder koning zou je eigenlijk zeggen, dus wat moeten we nu gaan doen? Wie wordt nu eigenlijk de baas? Nou, daar denken ze heel erg lang over. Naast proberen nog andere mensen te willen om koning te worden. Maar uiteindelijk gaan ze toch een ander besluit nemen. En dat besluit is eigenlijk verder te gaan als republiek. De Nederlanders zeggen dus eigenlijk, wij hebben geen koning meer, wij besturen onszelf. We hebben niemand die zegt van, hey, je zit op een troon met een kroon, dat laten we allemaal, wij doen nu ons eigen ding.
En dat is best wel uniek in die tijd, want eigenlijk bijna alle landen in Europa hadden dus gewoon een koning. Dus dat betekent ook gewoon dat er best wel iets bijzonders daar gebeurde. Nou, en die noordelijke gewesten, die is hier in het Oranje dus ook, die zeggen dus eigenlijk, ja, wij gaan verder als republiek. Als de republiek der zeven vrede Nederlanden. Zij zeggen dus eigenlijk, ja, we hebben geen koning om te lissen, wij overleggen wel met elkaar. En dat doen ze via de Staten-Generaal. Al die gewesten sturen iemand één keer per jaar of twee keer per jaar naar de Staten-Generaal toe. En dat is eigenlijk een vergadering van alle gewesten. Dus dat betekent, stel dat bijvoorbeeld in Den Haag was een vergadering van de Staten-Generaal. Dus het gewest Holland stuurt een aantal afgevaardigden. Utrecht doet dat, Gelre doet dat, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland. Allemaal sturen ze mensen naar die Staten-Generaal om daar te beslissen hoe gaan we ons land nu verder besturen. En daardoor beslissen ze eigenlijk ook verder, ja, hey, hoe gaan we ervoor zorgen dat we tegen Spanjaarden kunnen vechten. In naam bestuurt de Staten-Generaal dus de Nederlanden, maar heel veel gewesten mochten steeds dingen gewoon zelf beslissen. En ze gaan dus niet mee in het idee van centralisatie, wat Philips in eerste instantie wilde, maar stel bijvoorbeeld het gewest Gelre wilde bepaalde afspraken maken die anders waren dan in het gewest Holland, was dat geen probleem. Maar naar buiten toe waren ze één front, waren ze één land wat ervoor zorgde dat eigenlijk het geheel bestuurd werd en dat ze verder konden vechten tegen die Spanjaarden.